Stephanie, allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd met je kerstverse dochter. Hoe is het met haar? Ja, gaat echt heel goed. Ze doet het supergoed. Met ons gaat het allebei heel goed en we genieten volop. Wij hebben vandaag een rondvraag gedaan en wij vroegen ons af, stel Stephanie heeft een keer een oppas nodig. Welke oranje leeuwin is daar nou geschikt voor? Ja, ik. Nou, oh, daar staat er eentje. Ik denk Lieke. Lieke die heeft ook een nieuwe hond, dus volgens mij doet ze dat ook wel goed. Maar ik denk ook Daantje, denk ik. Daniel van Donk zie ik dat wel doen. Ja, Jackie, die zou het ook denk ik wel in ieder geval wel in de buurt kunnen zijn. Ja. Ja, ligt een beetje aan hoe oud ze zijn, denk ik. Ik denk dat als je die kleine hier mee zou nemen, dat ook wel goed zou komen. Nou, ik ga sowieso naar de speeltuin. Naar de dierentuin. Ga ik daar gewoon spelen, klimmen, voetballen. Aan wie niet? Misschien dat Sari er allemaal nog niet aan kan. Ja. Sjaan! Die wordt echt gillend gek. Goh, nou dan moet ik zo nog even langs. Welke kamer zit die? Sari wordt echt gillend gek, want dan gaan ze aan die keepershandschoenen zitten en dan is er weer een schoen weg. Nee, ja, ze moeten wel van de spullen afblijven natuurlijk. Ja, nee, Sari, die kan dat echt niet. Die kan dat nu nog niet aan. Maar ik zou dat echt heel goed kunnen, hoor. Nou, misschien Lynn Wilms, want die is zelf nog 3. Ik denk Kika, want dat is echt zo'n terror. Kika, ben je niet goed met kindjes? Nou, Sherida. En die vindt het alleen maar mooi als ze van die rare streken uithalen. Dus dat doe ik niet zo snel, denk ik. Nee. Kika is wel goed met baby'tjes, hoor. Ja. Sherida, pak je wel. Komt goed.